Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag donderdag 29 april. Vandaag in het journaal. En het woord directeur volksgezondheid, officieel geen sterfgevallen in ons land na COVID-vaccinatie. De situatie binnen de zorgsector wordt steeds grimmiger, zegt verpleegkundig directeur van het Lands Hospitaal Soeso Holband. De coördinator van het COVID-team Nikeri, Dr. Radha Ramjetan, is redelijk tevreden over de respons op de vaccinatiecampagne in Nikeri. De situatie op Curaçao lijkt te verbeteren, aantal besmettingen fors afgenomen. Nederland, België en Duitsland roepen burgers op in eigen land te blijven. Het blijft passen en meten binnen de zorg. Maar zuster Holband blijft positief. Surinamers, wij zullen u blijven wijzen op het gevaar van COVID-19, als ook het verdriet dat binnen families moeten dragen bij het verlies van een dierbare. Nogmaals, laten wij op elkaar letten en er voor elkaar zijn. We zijn er. Als Surinamers dat willen, dan moeten we dat doen. Op een gegeven moment zat ik dus in het weekend. Dat ik dus te horen kreeg dat mijn ICU bijna vol was. En er was geen personeel om de ICU te draaien. Dat weekend hebben mijn zusters, misschien zelfs 3-4 dagen, hebben mijn zusters 16 uur constant moeten werken in een dienst. In plaats van 8 uur hebben ze dus steeds dubbele diensten gedaan. En met goed fatsoen kon ik dat niet door laten gaan. Coördinator COVID-team Nikeri, Dr. Radha Ramjetan, is redelijk tevreden over de respons op de vaccinatiecampagne in Nikeri. De COVID-19 vaccinatiecampagne die op 7 maart in het district Nikeri van start is gegaan, is de afgelopen week opgeschaald en er wordt nu ook in Koroni gevaccineerd. Dr. Radha Ramjetan is coördinator COVID-team Nikeri. Zij doet een recap vanaf de campagne is begonnen. We zijn op 7 maart, is de launch hier gedaan, ook hier, zowel bij MMC als hier bij Van Pettenpolder zijn we gestart met vaccineren. Ondertussen hebben we opgeschaald, behalve Van Pettenpolder bij de RGD en MMC, wordt ook gevaccineerd op Poli Nieuw Nikeri, op de RGD Poli Paradise ook, dat is in Nikeri. En in Koroni vaccineren we ook. Overal doen we 1 keer per week voorlopig. En we hebben 26 maart, 3 dagen lang, tot en met 28 maart, hebben we ook de vaccinatiecampagne gehad. In het NTC-gebouw, iets verderop. Wat ook succesvol is geweest. En we hebben tot en met, voor vandaag niet berekend, hebben we nu in totaal samen met Coroni en MMC-data 3103 mensen gevaccineerd. We houden de data goed bij. Hoeveel vaccins zijn er dan voor het district? We hebben voorlopig genoeg vaccins. Hou me ten goede hoor, want na de campagne waren er zeker 100 flacons nog achtergelaten voor het district en we werken nog daarmee. Dr. Ramjetan noemt de respons vanuit de plaatselijke gemeenschap redelijk. Ontevreden ben ik niet. Het kan natuurlijk beter. Maar we hebben natuurlijk ook onze... ik noem dat limitations, met name. We ontberen materiaal. Waarom wij, als het aan mij lag, zou ik elke dag op bijna alle vaccinatiesites vaccineren. Om de toegankelijkheid beter te maken. Maar daarvoor heb je minimaal, je hebt natuurlijk personeel nodig, genoeg personeel. Maar je hebt ook equipment nodig. Behalve de aantal doses vaccins die je ter beschikking moet hebben. Dingen zoals computers. Laptops, tablets misschien, zuurstofmaskers, als je de health check moet doen, dan heb je die saturatiemeters, turboguns nodig en zo. We hebben gisteravond nog vergaderd. Ik denk dat die health check, pre-health check, misschien gaat uitvallen, waardoor de flow een beetje sneller zal gaan. Maar uiteraard heb je die equipment nodig om bij de observatie, indien je het nodig hebt. Dan moet je ook iemands bloeddruk kunnen meten en zo. En we ontberen die laptops en tablets om data gelijk in te voeren, dat de stad ook up-to-date data heeft. Dus dat onderweren wij in het district. Ten aanzien van de planning van de tweede dosis, we hebben tijdens de campagne 2100 mensen gevaccineerd, alleen die 3 dagen. Dan moet je ook die 21 mensen ook in korte tijd ook hun tweede dosis moeten geven. Eén voordeel is natuurlijk dat iedereen gepland is als indicatiedatum voor de tweede prik 10 weken.
Maar wie de AstraZeneca, die kan je tussen de 8 weken en 12 weken doen. Dus we hebben gisteren vergaderd. Ik heb gezegd, oké, geef ons de lijst, want we hebben geen hardkopie. We weten op dit moment niet wie precies is gevaccineerd. Als wij de lijst krijgen, kunnen wij ze inplannen. Want dan kunnen wij op basis van de datum, vanaf een 8e week, al die zeg maar 3000 mensen een planning maken van jij zoveel mensen op zo'n dag, daar en daar en daar. En dan denk ik wel dat we het kunnen managen. We hebben genoeg binnen Nikeri, genoeg personeel binnen de RGD, gemotiveerd personeel, dat wel. Maar die basics hebben we sowieso nodig om ons werk correct en volledig te kunnen doen. Dat de campagne nog niet het gewenste effect heeft gehad, is deels ook te weten aan de negatieve commentaren die op social media circuleren. Om deze demotiverende comments te counteren, is het wenselijk dat de informatie over het vaccinatieproces aangescherpt wordt. Er is zoveel misinformatie ook binnen de media geplaatst, social media. En natuurlijk heeft dat ook invloed. En dat mensen soms twijfelen of ze kijken de kat uit de boom nog. En daar heb je het probleem dat we rekening moeten houden met de prioriteitsgroepen. De 60-plussers en 40-plus met comorbiditeiten. Aan de andere kant, we focussen daar omdat wij die mensen die eigenlijk als ze met COVID besmet raken, de ernstige vorm van COVID kunnen krijgen en zelfs kunnen overlijden en op de IC belanden, etc. Dat willen we voorkomen. Vandaar dat het plan, strategisch plan is opgezet om die groepen strategisch eerst te vaccineren. Maar dan heb je een heleboel mensen, jongeren die buiten de prioriteitsgroep vallen, die graag gevaccineerd willen worden, om verschillende redenen. Maar wij moeten daarmee ook rekening houden. Die mensen proberen wij ergens tegemoet te komen, niet bewust hoor. Als er bijvoorbeeld aan het eind van de dag een beetje een paar doses over is, we nemen de telefoon van, luister, je wilde graag gevaccineerd worden, je kan komen voordat we dat vaccin moeten weggooien. Op die manier kunnen wij een beetje aan de behoeften van de bevolking voorzien. Maar ik denk dat vanuit het ministerie een betere voorlichting ook naar de gemeenschap nog steeds moet komen. Omdat mensen toch nog veel twijfelen. Veel misinformatie, veel verkeerde associaties worden gelegd met vaccinaties nog steeds. En mensen beginnen dan een beetje te twijfelen. En hebben we vorige week wel gemerkt bij mij op de poli. We hadden bijvoorbeeld voor 2 flacons besteld, 22 mensen. En na dat ene flacon waren er nog maar 4 mensen. En we moesten dan echt mensen gaan zoeken. Ik heb toen het besluit genomen, het was bijna eind van de dag. Ik zei, luister, deze 4 mensen mag geen 2e flacon open. Want dan moet je mensen zoeken, 7 keer 7 mensen. Laten we deze 4 mensen voor de volgende week bestellen. Maar dan bewaar je dat flacon voor de volgende week. Er zijn wereldwijd al ongeveer 500 miljard mensen gevaccineerd en tot nog toe is niemand die het prikje gehad heeft overleden. Dit zegt de volksgezondheidsdirecteur Gayade Shukul aan onze redactie. In de wereld is tot nu toe, er zijn meer dan 500 miljoen mensen, er is meer dan 500 miljard mensen, meer dan 500 miljoen mensen zijn al gevaccineerd en niemand van deze mensen is ten gevolge van COVID-19 overleden. We moeten dat goed begrijpen. Willen we ons beschermen tegen COVID-19 virus, moeten we ons laten vaccineren. En uiteraard kunnen er lichte bijwerkingen zijn, milde bijwerkingen van een beetje koortsig gevoel of wat pijn aan de gewrichten of aan het lichaam. Er kunnen heel zeldzame zaken ook zich voordoen. Sommige mensen hebben inderdaad wat allergische tekenen. Die worden dan, daarom wordt er ook geobserveerd. Dus die worden dan gelijk behandeld. En ook is er het advies bijgegeven dat wanneer je gevaccineerd hebt, let op klachten. Let op specifieke klachten. Pijn op de borst, kortademigheid, pijn aan de benen, aan de kuiten, opgezwollen ledematen, buikpijn, dus al deze zaken, let erop. En dan kunnen we heel snel erop inspelen.
We kunnen dan heel, zijn, er zijn inderdaad, zoals aantal collega's zeggen, dat er zeldzame bijwerkingen kunnen voorkomen. Er zijn onderzoekingen nog steeds gaande. We kunnen nog niet uitsluiten of bepaalde zeldzame zaken gerelateerd is aan het vaccineren. De kans is er behoorlijk één dat er een zeldzame bijwerking is in 1 op de miljoen bijvoorbeeld. De kans is klein dat wij het hier zien, maar dan nog moeten we op alles voorbereid zijn als dat inderdaad geassocieerd is met het vaccineren. En nogmaals, dat weegt helemaal niet tegen het grote voordeel van het vaccineren, dat we onze populatie gaan beschermen tegen het virus. Ik zei het al, niemand is overleden aan COVID-19. Dus niemand die gevaccineerd is, is overleden aan COVID-19. Dus dat moet duidelijk zijn. En daarom zeg ik, het vaccineren die gaat ons helpen om ons populatie als groep te beschermen tegen COVID-19. En ook tegen de economische gevallen van COVID-19. Want pas als we een behoorlijk percentage hebben beschermd in de populatie, gaan we wat vrijelijker onze economische activiteit kunnen uitvoeren. En dat gaan we dan merken aan de cijfers in het ziekenhuis en in de intensive care. Maar zolang we aan de cijfers merken van, er gaat iets niet goed, we gaan mensen onnodig verliezen, dan trekken we als volksgezondheid wel tijdig aan de bel om de samenleving te informeren. En vandaar dat wij van volksgezondheid nu een beroep doen op de samenleving. Laten wij de maatregelen goed op nahouden. Er zijn vele uitdagingen binnen de gezondheidszorg. Vooral als het om de financiën gaat. Dat zegt minister Umar Ramadien in gesprek met het COVID-19-journaal. Ook hij heeft het over de grote gevaren waarin onze zorg zich al een hele tijd bevindt. Er zijn uitdagingen, dat ontken ik niet. Er zijn uitdagingen, er zijn financiële uitdagingen. Maar ook daarvoor zal er een oplossing komen. We zijn nu bezig met het ministerie van Financiën en de regering om de financiële zaken die te maken met COVID-19 een goed overzicht te hebben om alles in te lopen wat nog ingelopen moet worden. Er is heel veel geïnvesteerd. We komen binnenkort met een overzicht. We hebben overzichten wat betaald is, wat nog pending is. Al deze zaken zijn er. Je hoeft zich geen zorgen te maken, die transparantie is er. Alleen, er zijn grote uitdagingen die nu niet direct gekoppeld kunnen worden aan COVID-19. De zorg ligt al een hele poos in grote gevaren. Daar moeten we wel rekening mee houden. Openstaande rekeningen van crediteuren vanaf de jaren 2016-2017. Waarvan nu verwacht wordt dat wij dat ook moeten inlopen om die continuïteit te bieden. Dus dat zeg ik u, er zijn grote uitdagingen. En wij als regering hebben een verantwoordelijkheid. Ik kijk niet terug, maar we moeten vooruitkijken. En kijken hoe we met z'n allen, en elke actor, elke schakel in die zorg is nodig. Vanaf de administratieve kracht tot de ziekenhuisdirecteur, tot de minister. Voor wat de zorg betreft ziet het er niet rooskleurig uit. Minister Umar Ramadien geeft aan dat de zorg op rood staat en elk moment kan instorten. Maar we geven niet op. De maatregelen zijn er. Ik garandeer u, we komen eruit. Aldus de minister. Ik doe een beroep op deze, op iedereen, bij deze op iedereen in de zorg. Iedereen in de zorg. We staan letterlijk op rood. We staan letterlijk op de rand van de afgrond in de zorg. Als we met z'n allen wel beseffen dat de maatregelen die we nemen in het belang zijn om de zorg te redden en om daarmee de samenleving van dienst te zijn, dan komen we er wel uit. Ik heb alle vertrouwen in en ik wil hierbij het vertrouwen geven, die boost geven, die confidence geven aan iedereen in de zorg dat we eruit gaan komen. We zijn serieus mee bezig. COVID vergt heel veel energie van het ministerie van Volksgezondheid. Het is eenmaal zo. Maar we zetten onze schouders aan het werk en de regering biedt daartoe de ondersteuning. Tot nu toe zijn er in Suriname meer dan 36.000 mensen gevaccineerd. Minister van Volksgezondheid geeft een recap vanaf de start van het vaccineren en hoe de aanpak verder zal geschieden. Met betrekking tot het vaccineren en de vaccinatiecampagne moet ik zeggen, hebben we tot nu toe bij rond de 36.500 personen gevaccineerd. Dat is gebeurd in een periode tussen februari, met piekdagen, waarbij de grote vaccinatiedagen er waren. We
Maar we kwamen al op een gemiddelde van 10.000 vaccins die we per week kunnen doen. Met een goede, met een stukje betere organisatie, meer logistiek. Zullen we zeker op 15.000 kunnen komen per week. Maar we hadden 75.000 vaccins. Van die 75.000 betekent, het zijn doses. Dus je 75.000 doses is voor 37.500 personen. Nu al zijn we op 36.500. Betekent dat iedereen die een eerste prik gehad heeft, een tweede prik ook moet krijgen. Dus we plannen, we calculeren, we maken een inschatting en we weten waar we die rem moeten drukken. Want als ik niet op die rem druk, betekent het dat ik, als ik niet zo druk op die rem, dat we binnen 3 weken de voorraden die we nu nog hebben van 37.000 opgemaakt hadden. En hoe krijgen dan de personen van 36.000 hun tweede prik? Dus het gaat om een stukje planning. We hebben dit 37.500 in voorraad. Dat zal ook toegediend worden aan iedereen die gevaccineerd is in de eerste ronde. Daarover volgt nog nadere berichtgeving. Aan de andere kant weten we dat we agreements hebben met COVAX. Eerste tranche, maar ook nu de tweede tranche van 28.800 vaccins. Die is betaald door het bedrijfsleven. Daarvoor zijn we zeer erkentelijk. Ook Interfund, die een waarde van 100.000 vaccins heeft gedoneerd. Ook daarvoor zijn we zeer erkentelijk. Het is niet weinig, het is behoorlijk. Het is bijna 1/9 deel van onze behoeften die we hebben. Dus daar zijn we zeer erkentelijk voor. Er zijn nog andere bedrijven die ook doneren, straks gaan doneren. Ook daar gaan we bekendheid aan geven. Maar we zijn bezig, de tweede tranche van 28.800 komt hoogstwaarschijnlijk pas begin mei. En dus als we die zekerheid nog niet hebben, kunnen we ook nog geen groen licht geven om te continueren. Dus we zijn nu bezig te reorganiseren. We zijn bezig te kijken met de golf nu en de minimale resources die er bestaan, hoe we toch nog op een effectieve manier de tweede prikjes kunnen geven, de tweede prik kunnen geven aan iedereen. Daartoe zijn er concrete stappen genomen om te werken hieraan. Aan de andere kant zijn er ook andere prioriteitsgroepen aan wie we denken. Dus er wordt gediscussieerd, er wordt overleg gevoerd over welke strategie hierna volgt. Aan de andere kant zijn we ook bezig nog naar verschillende mogelijkheden te kijken om meer vaccins op korte termijn binnen te halen. Omdat zoals u weet, in landen waar mensen al behoorlijk, landen die behoorlijk wat aanzienlijk deel van hun bevolking hebben gevaccineerd, zien we ook minder infecties. En dat gaat ook Suriname helpen, nu in die derde golf. Maar het komt niet zo snel, we gaan even geduld moeten hebben. In Israël bijvoorbeeld ziet u dat hele grote delen, bijna 80-90% al hun tweede dosis hebben gehad. En je ziet het daar, er zijn geen, de laatste week volgens mij was een record gehaald, dat er geen doden meer waren op, zelfs per dag. Dus je ziet wat de voordelen zijn van het vaccineren. Er is veel ruis, maar we komen eruit. We gaan het vaccin, de vaccinatiecampagne opnieuw starten, zodra we de zekerheden hebben dat er genoeg vaccins binnenkomen. De situatie op Curaçao lijkt te verbeteren. Het aantal besmettingen is fors afgenomen. Op Curaçao is er sprake van een forse daling van het aantal geregistreerde coronapatiënten. De overheid maakte dinsdagavond bekend dat er nog 700 geregistreerde besmettingen op het eiland zijn. Een week geleden waren dat er 2268 en een week daarvoor nog 4167. Ook het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis daalt. Dinsdag lagen er 60 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 29 op de intensive care. 2 weken daarvoor lagen er nog 109 coronapatiënten in het ziekenhuis. Laat je testen bij elk griepverschijnsel. Wacht niet totdat het te laat is. Doet u uw boodschappen op tijd voor dit weekend, want vrijdagavond om 8 uur gaat de Total Weekend Lockdown in. Denk aan onze zorgverleners. Ook zij willen terug naar hun normale leven. We sluiten dit journaal af met het hoofdverpleegkundige zuster Tony van het Slaans Hospitaal. We zien elkaar morgen weer. Dag. Ik was ziek. Nou ja, nou niet doodziek, maar ik was ook ziek. Misabsana COVID. En ik heb mijn kinderen ook moeten laten van mensen. Ik heb ook hier gelegen. Ik heb 8 dagen hier gelegen. Nee, COVID is real man. COVID is er. COVID is er. Wij moeten echt rekening houden met COVID. COVID, nee, rekening aan ons. COVID is niet een ziekte voor oma en opa.
Het is niet een ziekte voor kinderen, het is voor iedereen.